Dames en heren, wat mooi dat jullie erbij zijn bij weer zo'n nieuwe Egbert Reacting. Met de verkiezingen die eraan komen, proberen politieke partijen met man en macht jongeren aan te spreken. En dat is best wel lastig, want politiek is, laten we heel eerlijk zijn, gewoon best wel saai. Het is zo saai zelfs dat ze in van die uitlegvideo's van de NOS maar wat drama proberen toe te voegen om het interessanter te maken. En dat dan de drama ook heel saai is. Of ze het in andere woorden een beetje met elkaar kunnen vinden. Ja, maar ik doe eens normaal, man. Doet u zelf eens normaal, ja. Meneer Wilders. Nu heeft elke politieke partij een soort jongeren... organisatie of zo, groep. En een van die politieke partijen met een eigen jongerenorganisatie, dat is FVD. En die lagen de afgelopen tijd best wel onder vuur. FVD probeert wel op een andere manier nu jongeren aan te spreken. Die dacht, waar zitten alle jongeren nu? Dat is natuurlijk op Twitch. Eerst was Thierry Baudet uitgenodigd door Rick van Serpent Gameplay. Volgens mij dachten ze bij Forum meer dat het ging om een soort promotie. Zo plaatsten ze deze tweet waarin stond: FVD is dé partij voor de gamers. Alsof gamers één groep is ook. Thierry heeft aan deze stream een uur van tevoren afgezegd. En waarom, dat weten we niet echt. Waarschijnlijk omdat FVD erachter kwam dat Serpent een beetje een edgy jongen is. Maar toen dachten ze, hoe lastig kan het nou zijn om een eigen livestream op te zetten? Wat heb je nou nodig? Weet je, een camera, een microfoon, een videogame. Een van de partijleden van de FVD is een eigen Twitch-account begonnen. Dat is Frederik FVD. Die heeft al één keer eerder een Among Us-stream gedaan waarin het leek alsof hij in een soort windturbine zat en waarbij de chat hem constant alleen maar aan het fucken was. Mike Oxmal. Nee, die heb ik er nooit van gehoord. Dus FVD heeft een videogaming livestream gedaan. Waarbij Thierry Baudet en Frederik in een soort kelder zaten en geëmuleerde videogames vanaf een laptop speelden. Nu is de hele stream helaas niet meer terug te kijken, maar het mooie van Twitch is dat als er iets interessants gebeurt in de stream, dan heb je de clipknop. En dan kan je dus één fragment uit die stream live opslaan. En dat is gebeurd en er staan een hoop van die clipjes online. Dus het leek wel mooi om vandaag even te kijken naar de pro-gameplay van deze twee gamers. Van de partij voor de gamers. De clipjes zijn gesorteerd op meeste views en er zijn clipjes met meer dan 1000 views. En het eindigt met: de wereld is niet rond. Dus dat is... Hier is volgens mij wat pro-gameplay. Dat is ook een soort... globale aanpak. Hoe kom jij nou dat je steeds zoveel levens hebt? Ja, ik ben gewoon goed. Dit is zo raar! Dit is zo raar! Wie vond dit een goed idee? Deze mensen, ze zitten zo, zitten ze? Ik wanneer ik aan het gamen ben. De gameplay is heel raar in beeld. Het geluid is allemaal haperend en krakend. Globale aanpak. Hoe kom jij nou dat je steeds zoveel levens hebt? We hebben geen geluid van de gameplay. Het enige wat we horen is een soort ASMR-controller geluiden. Thierry lijkt niet alsof hij hier überhaupt wil zijn. Dat kunnen we wel zeggen. Hier dachten ze ook, hoe gaan we hun twee en de gameplay tegelijk in beeld brengen? Waar moeten we de gameplay zetten? Oh, hier. Voor die andere gast die naast Thierry zit. Nou, maar kijk, als ik het goed heb, is Kali Yuga een concept dat uit een cyclische geschiedopvatting voortkomt, toch? Ja, dat klopt. En we kunnen ons natuurlijk wel afvragen of we daarin geloven. Of wij geloven in een soort cyclus, eeuwige cyclus van het bestaan. Of van de wereld. Ja, van het bestaan. Wat? Bro, je bent Super Mario World aan het spelen en dan ga je brabbelen over de eeuwige cyclus van het bestaan? Dit is alsof je live mee kan kijken in een heel erg stoned studentenhuis. Dat er allemaal mensen zitten en ze spelen Super Mario World op een laptop. En dat ze allemaal zeggen: ik denk dus inderdaad dat het bestaat uit een soort eeuwige cyclus. Dat je dus, er is geen dood en er is geen leven. Er is alleen maar een soort cirkel is het. Dit is zo ziek. Hoe kan je met zo weinig plezier Super Mario spelen? Oké, dit clipje heet Inshallah. Dan de magie, dus ook het Inshallah-idee. Als God het wil. De onzekerheid ook van die brandende zon, van de woestijn, van een soort... Het is zo raar. Het is natuurlijk allemaal zonder context dit. Om gewoon, gewoon midden in een zin van Thierry Baudet binnen te komen. Dat hij is gewoon aan het brabbelen, die man. En het heeft niet eens met iets te maken. Het is gewoon levensopvattingen en... weet je, de brandende zon en de woestijn en zo. En ook Super Mario World is het. En op de een of andere manier hebben ze er ook voor gekozen om de gameplay van Super Mario World te chroma keyen. Frederik FVD, kinda bad. Daarvoor, die ik zelf ook heb gebruikt 2 jaar geleden in een speech een keer.
Why are we still here? Oké, ik begin te denken dat deze mensen nog nooit een controller aangeraakt hebben. Dat dit de eerste keer is ooit dat ze gamen. Dat ze dachten, fuck. We moeten die fucking jongeren aanspreken. Wat hebben we? Drugs? Nee, dat past niet zo goed bij. Videogames. Videogames. We gaan... Jij... nummer 7. Lijsttrekker 7. Jij, begin een Twitch-kanaal. Speel Among Us. Of zo. Ja, de auteur Harry Balzac vind ik ontzettend interessant. Ja. Linkse indoctrinatie. Het zijn ook echt... Het zijn clipjes van 5 seconden. Dus je hebt geen idee wat hier daadwerkelijk gezegd is. Het is zo jammer dat die hele stream niet meer terug te kijken is. Frederik FVD, als je dit kijkt, knal die hele stream even online. Dan kunnen we met z'n allen genieten. Hier is een clipje. Gamers zijn slim. Dus blijkbaar zijn gamers zijn over het algemeen hele slimme mensen. Tenminste, ja, dat is natuurlijk een niet echt representatieve stem. Blijkbaar zijn gamers over het algemeen hele slimme mensen. Wat betekent dat überhaupt? Dus, stel, je raakt 1 keer Candy Crush aan, dan ben je meteen... Broep, heb je geen LOE meer nodig? Dan kan je meteen aan de bak bij het Leids Universiteit Medisch Ziekenhuis. Gefeliciteerd, je bent officieel slim. Ja, ik weet eigenlijk niet of jullie het een zinvolle besteding van je leven vinden om veel tijd met games door te brengen. Of dat je toch denkt dat je liever... Ik weet niet, dat je liever componist was geworden. Ik weet het niet. Dit clipje heet Corona is griep. Oké. Dat hele verhaal deugt niet. Corona is gewoon de griep. Is het een politiek statement als je zegt... Thierry Baudet, hou je bek misschien? Wat je nu aan het brabbelen bent... Dit slaat helemaal nergens op. Heb je die mensen gezien die na een jaar dat ze al genezen zijn van het coronavirus nog steeds littekenvorming hebben op hun longen? Dat krijg je niet met de griep. De griep is gewoon één keer zo bleh, en dan ben je klaar. Hoe kan je zo goed zijn in doen alsof je een expert bent in alles? Dan stel je hem een vraag over architectuur en dan gaat hij... En misschien is het ook niet uit te leggen. Dat kan natuurlijk. Hè? Misschien is het grootste deel van de dingen in het leven die we echt belangrijk vinden wel veel te ingewikkeld voor onszelf om te begrijpen. En dan ook nog Mario Kart spelen. Hoe kan je dit combineren met Mario Kart? Ik ging misschien wat ver, Thierry Baudet, het spijt me. Ik ga graag een keer met je de discussie aan, als je dat zou willen. Ik ben heel benieuwd wat je vindt van gamers. Wat is dit, Thierry in Egypte? Die tekeningen, die hiërogliefen waar je altijd die Egyptenaren zo ziet lopen. Zo. FVD pest de partij, oké. Ik vind het wel belangrijk dat mensen begrijpen dat Forum echt iets totaal anders is dan al die andere politieke partijen. Daarom ga ik ook nu gewoon een lekker avondje even een uurtje gamen. Dat zou geen andere politicus waarschijnlijk doen. Maar ik wil juist die politiek openbreken. Ik wil een normaal mens zijn. Ik wil een mens zijn dat te benaderen is. Dat in normale taal spreekt en dus ook wel eens iets zegt wat mensen niet begrijpen of waar ze van schrikken of zo. Niet omdat ik dat bedoel, maar omdat dat een consequentie is van normaal praten. Als je normaal praat, dan kan het gebeuren dat mensen dat je eens een keer iets zegt dan als grapje bedoeld is of wat dan ook. Mijn brein. Oké, dus hier is wat hij zei. Ik heb het even uitgetypt voor jullie. Wat? Ik ben nu een beetje de roos van Thierry Baudet te worden. Dat is op zich niet mijn bedoeling en het spijt me ook. Het is niet persoonlijk, maar er is wel een verschil tussen praten en brabbelen, zeg maar. En wat jij in ieder geval in deze stream hebt gedaan, was vooral brabbelen. Kunnen we eerlijk over zijn, toch? Als je jezelf hier terug hoort en kritisch naar jezelf kijkt, kunnen we er eerlijk over zijn dat dit... Dat slaat eigenlijk helemaal nergens op wat je hier nou verteld hebt. Gewoon ook qua idealen, qua ideeën zijn wij anders. Wij willen echt uit de EU en wij willen niet een beetje slap meedoen met de EU en dan zeggen een beetje minder. Wij geloven niet in de man-made global warming hypothese. Dus we geloven niet in de man-made global warming hypothese. Want omdat het 1 keer sneeuwt buiten, dacht je ook, oh, het is weer goed. Global cooling. Ik vind het allerleukste misschien ook nog wel dat ze vergeten zijn de titel van de stream aan te passen. Dus de clipjes waar mensen geen namen voor het clipje hebben ingevuld, heten nog steeds Samen Among Us spelen. Dus daar had ik een mooie tuk. Wat ben je aan het doen? Dat jij benzine op is. Niemand wordt geluid in de game. Ah. Wil je nou wel professionele gameplay zien van een gamer met een absurd hoog IQ? Dan moet je even kijken op Twitch.tv, Edward Live, waar we altijd live zijn. Ook nu. En hier is de toffe content die je mist. Floris Friet die zegt, wil je mijn Valentijn zijn? Ik heb net mijn moeder gevraagd en heeft mijn zwaar hart afgewezen. Ik ben nu heel verdrietig en ik heb echt je steun nodig.
Nee, ik heb al een Valentijn. Dat was jouw moeder. Dus daarom heeft ze jou waarschijnlijk ook afgewezen. Dit was een soort fever dream van een livestream. Ik snap nog steeds niet dat dit plaats heeft gevonden. Dat een leider van een best wel grote politieke partij heeft gezegd... Nee, weet je, ik ga wel gewoon even 2 uurtjes brabbelen... terwijl iemand anders naast me Super Mario World speelt... in een misschien wel de meest slecht geproduceerde stream... in tijden. Weet nou heel erg eens of heel erg oneens met wat ik vandaag gezegd heb in deze video. Laat het weten hieronder in de reacties. En waarschijnlijk reageer ik er nog op ook. Ik ben wel in voor een, gezonde discussie. Shoutout naar Kraften, Boet S, Kas van de Pol en alle andere supporters op de Patreon. Vind je dit nou toffe content en wil je er meer van zien? Patreon.com/Egbertkanaal. Dankjewel voor het kijken en tot die volgende video.